Heusden-Zolder is een Limburgse gemeente die vroeger bekend was om haar steenkoolontginning. Daar heeft ze haar multiculturele karakter aan te danken. Met tal van troeven, zoals het circuit van Zolder en de toeristische ontsluiting van het mijnerfgoed, trekt het heel wat verblijfstoeristen aan. Ook als groene gemeente heeft Heusden-Zolder heel wat te bieden. Wandelen of fietsen in de weiers of een uitstap met het gezin naar het domein Bovie. Voilà, en daar ben ik vandaag. Martien, een prachtig, rustig stukje Limburg waar we staan, domein Bovie. Vertel eens, wat is er hier zo speciaal aan? Domein Bovie in Bolderberg is echt een heel mooi stukje natuur voor eigenlijk iedereen. We hebben een hele tof binnenplein met een gezellige bistro, een toffe speeltuin. Hele lekkere ijsjes in de pop-up crèmebar. En dan een leuke dierenweide met allerlei boerderijdieren. Heel belangrijk ook is dat het allemaal rolstoel toegankelijk gemaakt is. Ja. Dus ook voor de mensen die iets minder goed te been zijn zeer welkom. Als je hier als vroeger bent geweest, eigenlijk is het helemaal anders dan hoe het er nu uitziet. Ja, hè? 2 jaar geleden heeft de gemeente het domein terug in eigen handen genomen. Het was heel erg onderkomen en nu staat het echt terug op punt. We hebben een hele leuke kinderwandeling, de Martijn de IJsvogelwandeling. Die is ongeveer 1,5 kilometer, waardoor dat de kinderen eigenlijk de weiers en de natuur leren kennen met leuke speelse opdrachten. Ja. Maar ook het jongere, hippere publiek trekken we aan met een foodtruck festival. We doen een boekenbeurs, een boeken- en vinylmarkt. Ah, dus tof. Voor ieder wat wils eigenlijk. Ja. Domein Bovie is maar liefst 34 hectare groot. Het is een park met vijvers, bossen en weiden. Via de bewegwijzer De Wandeling loop ik langs de dierenweide, imkerij en ontmoet ik de Cosmogolem. Het vlonderpad loodst me over en langs verschillende vijvers. En tijdens de zomermaanden staat hier heel wat op het programma. Tijd om Heusden-Zolder verder te ontdekken, dit keer met de fiets. Met als eindbestemming mijn site De Schacht. Tom, de oude mijn site van Heusden-Zolder, die ziet er niet meer zo heel oud uit. Nee, dat klopt. De mijn is pas in 1992 gesloten als allerlaatste van de Benelux. Er is een vrij snel een restauratieprogramma begonnen dat vanaf 2000 echt wel vorm kreeg. En de afgelopen jaren hebben we enorm veel geïnvesteerd, niet alleen in dit plein, maar ook in die prachtige gebouwen. En de mensen kunnen hier ook het erfgoed ontdekken van de steenkoolmijnen. Vooral in de gebouwen kunnen de mensen letterlijk verdwalen en die prachtige oude machines ontdekken. Ook gloednieuw op deze site is cultureel centrum De Muze. Dit was voorheen al een bekende parel van Heusden-Zolder, maar wordt nu in een nieuw jasje gestoken. Dus als mensen nu al op jullie site gaan kijken, zien ze eigenlijk al een heel rijk programma voor hier in deze schouwburg tot en met december. En op 4 september gaat deze schouwburg open. Het zal spannend zijn, want we hebben best nog wel een beetje werk. Je voelt dat hier geschiedenis zit. Ja. En die geschiedenis dat is heel mooi gecombineerd met een heel nieuw en toekomstig verhaal voor onze werking als cultuurcentrum Muze. Want hier gaan we hele grote en zelfs beginnende artiesten ontvangen. Hè. Ook in het nieuwe seizoen hebben we namen zoals Gabriel Rios, Remo van het Groene Woud, bekende acteurs zoals Wim Obroek. Wat is te veel om op te noemen? Dus tuurlijk. Surfen naar muze.be. Ah, voilà. Dat gaan we zeker doen.